Het beïnvloedt wel je activisme wanneer de overheid je opneemt in zo'n rapport. Damn, oké, dus jullie hebben ons echt in de gaten gehad. Ik had niet verwacht dat het maar ook zo uitgebreid was, zeg maar. Een overheidsdienst die zich gedraagt als een stiekem geheime dienst die de bevolking in de gaten houdt. En een minister die er niks tegen doet. Het klinkt misschien als een spannende film, maar dat is het niet. Het is echt. De NRC deed namelijk een ontdekking. De Nederlandse Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de NCTV, volgt illegaal mensen die zich online uitspreken. Stiekem. Van activisten van Kick-out Zwarte Piet tot actievoerders tegen de coronamaatregelen. Allemaal werden ze in de gaten gehouden. En in plaats van dat de minister dit terugfluit, probeert hij de wet aan te passen. Zodat dit opeens wel mag. Dit is een gevaar voor ons allemaal. Hoe dat zit, leggen we je uit in deze video. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Wat is dat eigenlijk voor een organisatie? Een coördinator. Dat zegt het al een beetje. De organisatie brengt informatie van verschillende overheidsdiensten samen. Diensten die zich bezighouden met terrorismebestrijding, zoals de politie en de IVD. De NCTV maakt een analyse over de veiligheid en publiceert rapporten over het dreigingsbeeld in Nederland. Een soort update over hoe veilig ons land is. Maar de NCTV deed meer. Langzaamaan heeft de NCTV steeds meer taken op zich genomen. Ze hebben zelf bedacht dat ze dus gegevens gaan zoeken op internet over mensen om fenomenen te kunnen duiden. En ze gebruiken daar ook nep-accounts voor. Dat soort dingen mogen alleen door speciale geheime diensten worden gedaan of door de politie, waarbij er dus hele strikte regels zijn onder welke voorwaarden dat kan. Bij de NCTV is dat niet het geval. Die gingen gewoon lekker cowboyen en lekker die nep-accounts aanmaken en daarmee mensen in de gaten houden. Een van de mensen die gevolgd werd is Sander van der Kraan. Sander noemt zichzelf een activist die via Twitter-account Broodbuis zijn zorgen uit over de regering en thema's als het woonbeleid. Hij was ook een van de organisatoren van het woonprotest. Het fundamentele probleem is denk ik dat we wonen zien als product, als markt. Daardoor zien we in een huis wonen niet meer als een recht. Ik kwam erachter dat ik gevolgd werd door de NCTV toen NRC die publicatie had geschreven over de activisten die gevolgd werden. En toen dacht ik, nou, dan ga ik gewoon een AVG-verzoek indienen. Volgens mij kan dat gewoon. Waarbij je zegt, ik wil weten welke persoonsgegevens jullie over mij hebben opgeslagen. Geachte heer Van der Kraan, hierbij doen wij u het besluit op uw inzageverzoek toekomen. Op het gebied van terrorisme, extremisme en radicalisering op het internet zijn discussies op de open online kanalen van Broodbuis bekeken. Als je pleit voor sociale huur voor iedereen, dat is zo'n radicaal idee. Maar ik ben geen extremist. Ik ben niet bereid om geweld te gebruiken om mijn ideeën te realiseren. De ontvangers zijn hier de doelgroep binnen de NCTV, afnemers binnen de nationale politie, ministeries, gemeenten, het familiesteunpunt en andere veiligheidspartners. Whatever andere veiligheidspartners may be. Het systeem voelt zich blijkbaar bedreigd op een bepaalde manier door wat wij zeggen. En dat is iets schokkends. Wat je nu ziet gebeuren is dat wanneer de IVD dat bijvoorbeeld niet mag, omdat er gewoon onvoldoende reden is om mensen in de gaten te houden, dat de NCTV dat dan wel even gaat doen. Want die heeft niet die strenge regels en die heeft niet dat strenge toezicht. Volgens de NRC volgden medewerkers van de NCTV via een nep-account in het geheim honderden mensen en organisaties op Twitter, Facebook en Instagram. Black Lives Matter, Geert Wilders, politieke partij Bijeen, de voorman van Milieudefensie, Thierry Baudet, activisten die tegen windmolens strijden en zelfs een advocaat die een scholier verdedigde in een zaak over het dragen van een hoofddoek. Als advocaat doen we allerlei verschillende zaken rondom mensenrechten in Nederland. Rechtszaken die gaan over mensenrechten, ja, dat heeft toch helemaal niets met terrorismebestrijding en veiligheid te maken. Maar ik kan me goed voorstellen dat andere advocaten of burgers die zich op dit thema willen inzetten, als die dan weten, ja, maar dan word je wel in de gaten gehouden, of in ieder geval bijgehouden bij de Nationaal Coördinator Terrorisme en Bestrijding en Veiligheid, dat ze dan denken, nou, ik ga toch maar niet met hiermee bezighouden. Ga toch maar even iets doen over minder spannende onderwerpen. En dat is natuurlijk het laatste wat je wilt. Dus dat vind ik echt wel heel ernstig. Als je weet dat je gevolgd wordt, word je misschien voorzichtiger in wat je zegt en doet. De NCTV brengt hiermee niet alleen het recht op privacy, maar ook de vrijheid van meningsuiting in gevaar.
In een openbare publicatie van de NCTV werd de organisatie Kick-Out Zwarte Piet zelfs genoemd als mogelijke dreiging voor de nationale veiligheid. Welke impact had dat op voorman Jerry Afrije? Het was voor ongeloof, want je denkt, hè? Een rapport over terrorismebestrijding en extremisme. Wat doen wij daarin? Wij zijn gewoon vreedzame demonstranten die al jaren keer op keer aantoont dat je op een vreedzame manier racisme kan bestrijden in Nederland of in ieder geval kan aankaarten. Je kon meteen merken dat er deuren gesloten werden. De burger die racisme niet erkent, kreeg een stok om mee te slaan. Om te zeggen, ja, kom op, moeten we naar hun gaan luisteren? Kijk maar, hier is een rapport van de overheid. Ik moest ook extra beveiliging nemen. Toen hebben we gekeken naar de mogelijkheden die we hebben. En een van was dat wij aangifte konden doen. Maar we hebben eerst NCTV op de hoogte gebracht. We kwamen uit dat zij een rectificatie gingen plaatsen op hun website. En dat was in ieder geval voor nu voldoende. Maar ik kan je zeggen, ja, het kwaad was al geschied. Iedereen kan informatie opvragen over het handelen van de overheid. Dat heet een WOP-verzoek. Dankzij zo'n WOP-verzoek weten we nu ietsje meer over hoe de NCTV te werk gaat. Een aantal documenten zijn al vrijgegeven door de NCTV en dat gaf echt een schokkend beeld. Zo heeft de NCTV in kaart gebracht hoe de organisatie zijn keuzes maakt. Als de NCTV een taak wil doen waar geen grondslag voor is, dus met andere woorden, ze mogen die taak niet doen, dan zien zij twee opties. Of ze doen het gewoon toch, of ze proberen een grondslag te creëren door de wet aan te laten passen waardoor ze het mogen doen. De taak niet uitvoeren komt niet eens in het model voor. Dit kan niet. Het gaat hier om een uitvoeringsinstelling die hoort zich aan de wet te houden. Die moet juist meer toezicht willen om te laten zien dat wat ze doen, dat dat klopt. Oké, een overheidsdienst die inbreuk maakt op privacy en de vrije meningsuiting bedreigt en daarmee de mensenrechten aan zijn laar stapt. Wat doet de minister daartegen? Ja, je zou denken dat als de krant bol staat van misstanden onder jouw ministerie, dat je direct met je ambtenaren gaat praten en ze terugfluit. Maar Grapperhaus deed eigenlijk het tegenovergestelde. Hij liet een wet schrijven om de illegale praktijken goed te gaan keuren. Er staat echt bijna niets in. Dus er wordt geen rekening gehouden met, oké, ze verzamelen de gegevens, maar wat mogen ze er dan mee doen? En wie controleert wat ze ermee doen? Je ziet echt dat deze wet haastwerk is, omdat ze zijn betrapt met iets wat ze niet mochten. Het is aan de Tweede Kamer om dit absoluut tegen te houden. Dat moet. We mogen het niet accepteren dat de overheid zomaar een nieuwe geheime dienst opricht. Jij moet altijd overal vrijuit kunnen zeggen wat je vindt. Als jij je activistisch uitlaat, mag je niet zomaar opeens gevolgd worden. Want een activist is geen terrorist.